Goeiedag iedereen. Het startschot van het eerste kwartaal van 2023 is alvast gegeven. En ook bij de start van dit jaar wensen wij onze Bolero-beleggers uiteraard verder te informeren aan de hand van een strategische outlook. Deze nieuwe strategische outlook zal, net zoals vorig jaar, verzorgd worden door de strategen van enkele grote ETF-uitgevers. Bij mij in de studio aanwezig zijn Vincent Juvijns van JP Morgan Asset Management. Hallo. Olivier Pauwels van BlackRock. En dan hebben we ook nog een live verbinding met Mobin Tahir van WisdomTree. Alvast welkom, alle drie. Tijdens deze strategische outlook is het de bedoeling om eerst een korte terugblik te werpen op 2022, om ons vervolgens te wenden met een blik naar het volgende jaar, kijken wat er op de planning staat en waarop we moeten letten. En zoals gewoonlijk zullen onze strategen ook enkele beursopportuniteiten meegeven waar onze Bolero-belegger vervolgens verder mee van slag kan gaan. Mijn eerste vraag gaat naar jou, Olivier. Als we even terugblikken naar het vorige jaar, 2022. Welke activa-klasses, sectoren, thema's hebben het in feite zeer goed gedaan? En aan de andere kant, welke thema's of sectoren hebben het dan heel slecht gedaan? Ja, laten we misschien starten met wat het minder goed gedaan heeft. En daar is de foto nogal duidelijk, hè. Wereldwijde aandelen, maar ook wereldwijde obligaties hebben een heel moeilijk jaar achter de rug. Met verliezen die gaan tot min 15, zelfs min 20% voor die twee activa-klassen. Dus in die context was het geen eenvoudig jaar en was het voor de belegger wel noodzakelijk om de juiste tactische keuzes te gaan maken. Want zelfs in zo'n moeilijk jaar hebben we toch ook een aantal zaken gezien die het wel goed gedaan hebben. Misschien starten vanuit een geografisch perspectief. Aandelen uit Groot-Brittannië hebben het goed gedaan, hebben een positief rendement kunnen genereren. En ook aandelen uit Zuid-Amerika hebben het goed gedaan. Die twee positieve prestaties vanuit een geografisch perspectief vallen eigenlijk terug te brengen tot de energiesector. Energiewaarden hebben het in 2022 ook uitstekend gedaan. Valt te verklaren natuurlijk door enerzijds de perikelen in Oekraïne die geleid hebben tot de wereldwijde energiecrisis. Dus dat is al een eerste zaak die het goed heeft gedaan. Britse aandelen, aandelen uit Zuid-Amerika, gelinkt aan die energiesector, die eigenlijk, als we gaan kijken naar de 10, 11 verschillende sectoren die er zijn, energiesector is de enige die een positief rendement heeft kunnen tonen in 2022. Ik voeg daaraan toe bedrijfsobligaties, die eigenlijk in 2022 een sterke stijging hebben gezien van hun coupon. Zowel de risicovrije rente als de spread die bedrijven moeten betalen op hun obligaties is gestegen. Wat maakt dat je nu eigenlijk een goed rendement kan krijgen op dit type van beleggingen. En misschien om te eindigen, je vroeg ook thematisch, wat heeft het goed gedaan? Wel, één thema die daar misschien op uitspringt is agribusiness, dus eigenlijk de landbouwsector. Beursgenoteerde landbouwbedrijven, die hebben het ook goed gedaan in 2022. Denk daarbij bedrijven die inzetten op de landbouw efficiënter te maken, om meer te halen uit de oppervlakte die ter beschikking staat. Maar denk daarbij ook aan bijvoorbeeld bedrijven die inspelen op de schaarste aan water, om zo toch nog altijd landbouwproducten te kunnen afleveren. Of als we wat out of the box gaan denken, en een aantal zaken combineren, de schaarste op de arbeidsmarkt is ook iets dat een impact heeft op de landbouwsector. En dus bedrijven die daar inzetten op robotisering en automatisering, hebben zo ook die sector van de landbouw geholpen in 2022. Is natuurlijk ook een thema dat zich zal verder zetten, maar dat qua prestaties in 2022 het uitstekend heeft gedaan. Vincent, ik weet niet of je aanvullingen hebt op Olivier zijn antwoord. En daarna stel ik ook de bijvraag. Lijkt het jou interessant om verder te investeren in die sectoren en thema's die het vorig jaar het goed deden? Of is dat eerder een gevaarlijke strategie om te hanteren als particuliere belegger? Nee, als terugblik voor vorig jaar, ik zou inderdaad herkennen dat wat Olivier net heeft omgeschreven, het is een bloedbad geweest voor beleggers zoals zelden ervaren in de geschiedenis. De meeste gediversifieerde beleggers hebben in reële term een kwart van hun vermogen verloren. Was bijna no place to hide, hè, met enkele uitzonderingen na. Dus dat was zeker vrij pijnlijk voor belegger vorig jaar. Dus dit gezegd over het algemeen, dus zowel aandelenmarkten als obligatiemarkten hebben het moeilijk gehad. Maar dat maakt dat
waardering aan het begin van dit jaar een pak aantrekkelijker zijn dan een jaar geleden. Maak dat voor de lange termijn belegger, ja, dat zijn een mooi instapmoment. De markten zijn trouwens vrij positief het jaar gestart in veel opzichten. Ik denk dat een aantal thema's die vorig jaar goed gewerkt hebben, zullen nog waarschijnlijk wel dit jaar en verder nog altijd wel aantrekkelijk zijn. En ik deel de mening over agribusiness bijvoorbeeld. Een van de thema's van vorig jaar was zeker fossiel fuel, energiesector in Verenigd Koninkrijk in opkomende markten. Ik denk dat we inderdaad beseffen dat we niet meteen zonder fossiel fuel kunnen leven. Maar we hebben vorig jaar en dit jaar, hoe gaat het verder? We gaan uiteindelijk de energietransitie wel versnellen. Dus op lange termijn, ik denk dat een sector die vorig jaar vanwege zijn groeiaspect, dus de sector van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld, die vooral vorig jaar vrij onder druk was, zo vanaf dit jaar en verder toch wel beter moeten presteren dan de traditionele energiesector, die vorig jaar voor welbekende redenen, de oorlog in Oekraïne, een beetje de wind in de zeil. Dus ik denk dat een aantal thema's van vorig jaar wel nog altijd wel aantrekkelijk zijn naar de toekomst toe. En landbouw is de facto zeker iets dat bij elke beleggingsstrategie zou moeten horen, denk ik. Maar zeker de switch naar van de energietransitie, die wordt alleen maar versneld, lijkt mij een goede opportuniteit naar de toekomst toe en zeker voor de komende maanden. Vorig jaar ook op obligatiemarkt was er misschien één uitzondering van een markt die toch nogal beter presteert dan de rest. En ik noem het, want we hebben toch vaak hier in die webinar aangekaart een Chinese obligatie, staatsobligatie dan. Dus die wel in euroterm het jaar in negatieve territorium geëindigd hebben, maar veel minder dan andere obligatiemarkten. Dus dat is dan ook zeker voor degenen die thema gekozen hebben in portefeuille. Dat heeft toch wel bescherming geboden, wat we inderdaad wel hadden verwacht. Na de toekomst toe, ik denk dat het op start van op het begin van dit jaar, we hebben opportuniteit in bijna alle activa klassen. Dus aandelenmarkt startte het jaar fors, maar waarderingen zijn fors teruggevallen. Ze zijn in de meeste geval nu in lijn met de lange termijn gemiddelde, tot fors onder. En ik denk vooral aan China en opkomende markten, waar wij dan inderdaad sinds begin van het jaar weer appetijt van beleggers zien. Zeker op obligatie, maar waar de rente eigenlijk al fors verhoogd is. En in vele gevallen al boven wat we noemen de evenwichtniveau. En we denken ook, dat gaat wel straks nog besproken worden, dat de monetaire beleidverkrapping die wij in 2022 gezien hebben, wel ten einde gaat komen in 2023. Dat betekent dat de tegenwind voor obligatiemarkt zal wel reduceren of lager worden. Dus dat zou wel een boost ook kunnen worden voor obligatie. Alleszins obligatiemarkt zullen opnieuw een goede diversificatiemiddel worden, wat ze vorig jaar niet waren vanwege de hoge inflatie. En dat is zeker aan het start van dit jaar wat ons positiever maakt ten opzichte van de financiële markt wel. Zeker de nieuwe gegeven is dat de piek, inflatiepiek, ook waarschijnlijk in Europa en in de VS achter de rug is. En dat is ook een fantastische rugwind voor financiële markten in 2023. Dus opnieuw, ik zie veel kansen, aandelen, obligatie, cash is ook in een zekere mate terug als een aantrekkelijke activa klas. Dus het wordt een interessant jaar. Ja, dat is alvast. Dat klinkt goed als goed nieuws. And then for commodities, I will turn to you, Mabeen. In terms of commodities, 2022 was a very eventful year. Can you give us a brief summary of what commodities did in the past year? Yeah, sure. So commodities certainly had a very strong year in 2022. Imagine in a year when it was very difficult for equities in general. The S&P 500 was down, nearly 19% last year. The Bloomberg Commodity Index was up almost 14% in the same year. So the credentials of commodities as a diversifier in a strategic portfolio were certainly on full display in 2022. But the story did evolve as the year progressed. Certainly in the first half of the year, our experience at WisdomTree was that broad commodity baskets were in demand, certainly as an inflation hedge. A lot of investors turned towards broad commodity baskets because as inflation was going up, commodity prices were going up more broadly.
and therefore that interest in broad commodity baskets. But over the course of the year, ultimately the spotlight then went on to energy, naturally. And we know that geopolitics had a lot to do with that as well. But it's interesting how many investors trade energy. That was one of the key observations we saw as well last year. Because the energy commodities tend to be fairly volatile, take oil and gas as examples, we see a lot of tactical trading in these sorts of markets. And that, again, was something we noticed last year. Whenever there's a pullback, particularly, we see investors going in. So energy commodities tend to exhibit contrarian positioning from investors, even though you might expect that in any asset class, but it is most vivid, certainly when it comes to energy commodities. But overall, to bring it all together, I think commodities are, of course, a diverse bunch, and ebbs and flows across the range are expected when you are in a super cycle, which at WisdomTree we believe we are in right now. And performance over the course of a super cycle can be driven by different commodities at different points in time. Last year it was energy, but this year the baton could be passed from energy over to precious metals and industrial metals. Een andere term waar we vorig jaar niet omheen konden, maar ook dit jaar, bij de start van dit jaar, nog steeds heel relevant heeft, is natuurlijk inflatie. Vorig jaar zijn er heel wat pogingen geprobeerd, renteverhogingen, om die inflatie in te temperen. Aangezien die inflatie direct gelinkt is aan de grondstoffenprijzen, zal ik mijn volgende vraag ook aan Mobien stellen. Mobien, do you think inflation is cooling off? What's your view on the inflation if you look forward to the next months of 2023? Sure. So let me touch on the inflation point with regards to commodities as well. And I mentioned precious metals. So it's interesting, the dynamic between inflation and precious metals, because Investing 101 tells us that at a time when inflation is going up, gold should be doing very well. And that perplexed many people that in a year when inflation was going through the roof in 2022, was the reason why gold prices weren't going through the roof as well. And of course, the explanation for that is that because central banks acted so aggressively to control inflation, tailwinds from inflation were overcome by policy tightening from the Fed as well as others. So at a time when the US dollar is appreciating, treasury yields are going up, these are headwinds for gold as well. So naturally, as some of these pressures dissipate, as we start to see peak hawkishness from central banks, and we are already starting to see US dollar strength coming off, treasury yields coming off, inflation numbers coming down, and perhaps economic growth numbers will start to deteriorate gradually. These conditions are much more conducive for precious metals and gold in particular. And the other interesting thing to note is gold rallies tend to be things that have silver linings. So whenever there's a gold rally, silver tends to do very well as well. We saw that in 2020, 2021, and we may see that phenomenon again repeated in 2023. So coming back to your core question, what's happening with inflation? Naturally, we subscribe to the consensus view that inflation is coming down in the coming months. Inflation, headline inflation numbers will certainly continue to moderate. And the implication of all of that is that potentially we'll see a resurrection in precious metals, gold and silver. Oké. Okay. Dan Vincent, de inflatie die heeft ongetwijfeld een negatieve impact achtergelaten op de financiële markten in 2022. Denk je dat die grotere impact van de inflatie op de algemene economie, denk je dat die grootste impact voorbij is? Veel mensen spraken zelf over een recessie en vrezen dat die er alsnog zit aan te komen. Wat is jouw mening hierover? De negatieve impact is grotendeels voorbij. Inflatie, enfin, de inflatiepiek is duidelijk achter de rug. We hebben een duidelijke trend in de VS. We hebben toch enkele maanden van dalende trend in Europa. Wij zien inderdaad dat de opwaartse druk op inflatie daalt, vanwege ook wat Mobin zei. Het feit dat grondstoffenprijzen, maar vooral olie- en gasprijzen, dalen op dit moment. Het kan wel terugkeren, hoor. Dus afhankelijk ook van de evolutie van het conflict in Oekraïne.
Maar eigenlijk, als we zien de laatste harde data vanuit economische data, dus die zijn redelijk bestendig, moeten we zeggen. Dus op dit moment is het moeilijk om een recessie in Europa te zien en in de VS. Dus de geadvanceerde economische indicatoren, vertrouwindicatoren, die vaak gebaseerd zijn op peilingen en dergelijke meer, waren vrij somber op het einde van het jaar. We hebben effectief gezien dat eigenlijk ondanks de klachten over de koopkracht en dergelijke, de druk op de marge van bedrijven en dergelijke meer, we hebben gezien dat de activiteit is eigenlijk vrij bestendig gebleven, waardoor dat de vierde kwartaal BBP-groei in Europa wel positief gaat worden. We hebben toch in een enkele economie, zoals Duitsland, die nogthans de meest kwetsbaar was voor hoge gasprijzen, dat de output van bedrijven eigenlijk valt best mee, ondanks het feit dat bedrijven hebben hun energieconsumptie fors moeten reduceren. Dus wij zien wel een economische vertraging, maar misschien niet tot het punt dat we inderdaad een recessie hebben. En als we een recessie dan wel toch wel hebben, denken we dat dat een lichte recessie zal zijn. Ik denk dat we kunnen vrezen voor onze koopkracht begin dit jaar, in België, in Europa, maar de Europeanen, de Amerikanen vrezen op dit moment niet voor hun job. En dat is vrij belangrijk en een groot verschil ten opzichte van gelijkaardige omgeving in het verleden. Het wordt vaak gerefereerd naar de jaren 70, waar we toen dan wel hoge werkloosheidsgraad hebben gezien. Dat is een factor die wij op dit moment niet zien. En dat heeft te maken met een factor dat Olivier daar straks noemde, een beetje demografie. We zijn toch een demografie die een beetje een tegenwind is. Dus wat positief is op dit moment voor de tewerkstelling op arbeidsmarkt. Dus inflatie moet nog altijd in de gaten gehouden worden. Maar ik denk dat dat in 2023 een minder grote probleem wordt. Zeker vanuit een oogpunt vanuit de centrale bank. De grootste beweging vanuit de centrale bank zijn achter de rug voor ons. Wij verwachten dat de centrale bank ergens in 2023 zullen pauzeren. Dus dat zal positief zijn voor de financiële markt. Dat was de voornaamste tegenwind vorig jaar. De rente is zo fors verhoogd geweest door de centrale bank. Wij gaan op een zeker moment, denk ik, misschien eerder bij de Fed dan bij de ECB. De Fed is al veel meer geadvanceerd in deze proces dan de ECB. Om niet te spreken van opkomende markten, die ook al in 2021 ook al enorm veel werk geleverd hebben. Dus ik denk dat piekinflatie en het feit dat centrale banken kunnen ergens dit jaar pauzeren, wat zuurstof gaat brengen aan de financiële markten. En wij zien daar vooral de meeste cyclische ervan, de meest afgestraft ervan, zoals opkomende markten, zoals China, zoals groeiaandelen, zeker gelinkt aan de energietransitie, hiervan profiteren in 2023. Oké. Olivier, mijn volgende vraag sluit een beetje aan op het antwoord dat Vincent zojuist gaf. Vorig jaar hielden wereldwijd centrale banken zich bezig met het verhogen van die rente om de inflatie te temperen. Ja. Een heel moeilijke taak voor onze particuliere belegger is om in te schatten hoe die renteverhogingen of de verwachte renteverhogingen ingecalculeerd zijn in de financiële markten. Kan jij hier iets meer over vertellen om onze belegger toch wat wijzer te maken? Ja, inderdaad. Ik denk dat dat voor 2023 klopt, dat dit een belangrijke vraag zal zijn. En ik sluit zeker aan ook met wat Vincent zei, dat het grote deel van die renteverhogingen, zeker dan in de VS, ligt natuurlijk al achter ons. Voor de VS verwachten we een piek van de beleidsrente om en bij de 5%. Europa heeft natuurlijk nog een zekere weg te gaan. ECB is later gestart en is ook trager van start gegaan. Ik denk het belangrijkste om mee rekening te houden is toch de verdere evolutie van die inflatie over de komende maanden. Ik zou zeggen dat we bij BlackRock toch iets voorzichtiger zijn over dat toekomstige pad. In die zin dat het momentum is aan het keren. We zien een afkoeling van de inflatie. Maar er zijn toch ook elementen die er ons van overtuigen dat die inflatie wel eens wat hardnekkiger zou kunnen blijven. Denk daarbij aan nog steeds die veroudering van de bevolking. En je gaat misschien de vraag stellen, wat heeft dat te maken met inflatie? Wel, die oudere bevolking zorgt ervoor dat de actieve bevolking, dus de mensen die werken of die werkzoekende zijn, dat die kleiner is geworden. En dus een kleinere werkende bevolking wil ook zeggen dat bedrijven moeilijkheden hebben om mensen te vinden en dus niet kunnen produceren wat ze zouden willen produceren of ook niet de diensten kunnen leveren die ze in een ideaal scenario zouden kunnen leveren. Wat maakt dat dus dit een druk
uitoefent op de prijzen naar de toekomst toe. Een tweede element is de geopolitieke fragmentatie. We hebben natuurlijk de crisis tussen Rusland en Oekraïne, onzekerheid rond Taiwan, maar al dat maakt dat landen eigenlijk autonomer willen worden in hun kritische sectoren, in de sourcing van bepaalde grondstoffen en dus eigenlijk dat de internationale toeleveringsketens veel minder gefocust zijn op efficiëntie. Daar in het verleden, waar ze in het verleden puur gefocust waren op efficiënt zijn, is het nu meer autonomie en resilientie die gaat tellen. Op zich geen slechte beweging, maar wederom impact op de prijzen en de druk op de inflatie. Een derde element, misschien het meest logische, is ook natuurlijk de groene transitie. Die zal bijdragen tot een blijvende inflatiedruk. Maar waarom vertel ik dat allemaal? Dat betekent dus volgens ons dat die inflatie wel eens hoger zou kunnen blijven dan wat we allemaal denken. En dat we zeker niet onmiddellijk gaan terugkeren naar de pre-COVID-niveaus van inflatie. En dat betekent natuurlijk ook dat die centrale banken heel aandachtig zullen blijven over het toekomstige pad van hun beleidsrente. Daarmee wil ik zeggen dat waar de markten misschien anticiperen dat in de tweede helft van 2023 ze die rente wel eens al terug zouden kunnen doen dalen omwille van dat risico op recessie, denken we bij BlackRock dat er wel eens de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat ze die rente langer op dat hoge niveau houden omwille van die hardnekkige inflatie. En de laatste commentaren van zowel de Fed als de ECB gaan in die richting. Meneer Powell, dus voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, heeft in december nog herhaald van kijk, alsjeblieft financiële markten, geloof ons dat we die rente nog gaan verhogen en hoog zullen houden. Dat was echt een oproep van de financiële markten om de Fed en de hardnekkigheid van het beleid te gaan geloven en te respecteren. Voor de ECB ook heeft mevrouw Lagarde en Isabel Schnabel in december herhaald dat eerste tekenen van een verandering van het momentum van de inflatie daarom niet betekent dat ook het beleid onmiddellijk zal aangepast worden en dat die inflatie toch hardnekkiger is dan wat ze eerder hadden verwacht. Dus dat zijn allemaal tekenen die er lijken naar te wijzen dat die beleidsrente wel eens langer dan verwacht en gehoopt eigenlijk hoog zou kunnen blijven. Mm-hmm. Dat is inderdaad. Hè. We kijken uit naar een meer rooskleurige toekomst, maar dat is inderdaad voorzichtig blijven en ook absoluut durven afwachten tot het juiste moment. Ja. Nu, de volgende vraag, Vincent, richt ik mij opnieuw tot jou. Momenteel is het dus absoluut geen makkelijk klimaat om in te beleggen voor de particuliere belegger. We hebben die lagere waarderingen, dus er doen zich effectief wel opportuniteiten voor. Wij zeggen bij Bolero ook altijd tegen onze beleggers, zowel in goede als slechte tijden zijn er altijd wel opportuniteiten. En daarom is mijn vraag nu ook aan jou van welke thema's, sectoren of activa klasses raad jij nu concreet aan onze beleggers of waar zouden beleggers zich op kunnen focussen om hun beleggersportefeuille mee verder uit te bouwen? Wel, ik denk net dat dat een ideale moment is om te beleggen. Uiteraard zullen er altijd onzekerheden en risico, en Olivier heeft er een aantal genoemd. En inderdaad, we moeten inderdaad ons voorbereiden voor een iets hogere inflatie dan wij de voorbije jaren meegemaakt hebben. Dus dat is het inflatiebescherming zeker iets, een thema dat we moeten integreren in ons beleggingsbeleid. Maar door het feit dat alle waardering, aandelen, obligatie van de meest actieve klas zijn fors teruggevallen vorig jaar, dat biedt mogelijk hier in zowat alle activa klassen op dit moment. Dus ik denk dat dat een mooi instapmoment is voor lange termijn belegger. En ik onderstreep, we hebben geen glazen bol, dus ik kan nu niet zeggen of tegen eind 2023 we hoger zullen eindigen of lager. Het is een beetje ook afhankelijk van elementen die onvoorspelbaar zijn, zoals conflict in Oekraïne. Maar ik ben overtuigd dat wie nu instapt, over 10 jaar in principe wel tevreden zal zijn over zijn belegging. Dus ik denk aandelen zijn de facto een activa klas waar beleggers moeten naar kijken. Misschien meer in de regio en sectoren die vorig jaar de meest afgestraft zijn geweest. En de sector of thema die ook inderdaad lange termijn potentieel laten zien. Mm-hmm. Dus ik denk op dit moment leggen we bij ons het voorkeur in Europa bijvoorbeeld en in opkomende markten. Ik denk een markt zoals China bijvoorbeeld, die sinds hun hoogste punt tot het laagste punt eind vorig jaar
jaar, zo goed als 60% van zijn waarde heeft verloren. Inderdaad, wel is weer aantrekkelijk naar ons idee. De waarderingen zijn laag en het land is zich redelijk snel aan het heropenen. Dus dat zal een fantastische boost zijn voor heel wat bedrijven in China en ook in Europa. En we zien dat al sinds de 2 weken werden gereflecteerd op de financiële markt. Dus als regio, Europa, China zijn de meest afgestrafte markten, zijn de markten die de grootste inhaalsbeweging zouden kunnen doen op dit moment. Het zijn ook 2 markten die ons een blootstelling kunnen geven aan een ander belangrijk thema, welke is energietransitie. Het zijn de 2 regio's waar het meest expertise is eigenlijk op het gebied van energietransitie. China is veruit uiteraard de wereldleider in hernieuwbare energie. Zonnepanelen, windmolen, batterijen, rare earth en noem maar op, elektrische wagen. In al die componenten is China wereldwijd marktleider. Europa is ook goed geadvanceerd in deze omgeving, met heel wat bedrijven die sinds enkele jaren omwille van de strenge regelgeving in Europa hebben kunnen leven met een lager CO2-uitstoot dan hun wereldwijd concurrenten. Die hebben expertise in sneltrein, in energie-efficiëntie en noem maar op. Dus in die 2 landen vinden we dus thema's zoals deze bijvoorbeeld, die volgens mij wel aantrekkelijk zijn. Dus dat zijn zeker aan de aandelenkant het thema die ik zou willen aankaarten. Ik denk dat beleggers hebben inderdaad pech gehad vorig jaar met hun obligatieportefeuille, met uitzondering misschien van Chinese obligatie. Ik denk dat het op dit moment vanwege de veel hogere rente dan een jaar geleden, dat het inderdaad weer potentieel biedt. En de rente kunnen misschien nog even hoger geraken, maar dankzij de coupon die wij nu hebben, dat zorgt al voor een buffer voor die mogelijke bijkomende stijging die nog zou kunnen komen. Dus ik denk staatsobligatie in de VS, voor 2-5 jaar leningen heeft men op dit moment meer dan 4%. Dus zelf gehedged in euro is dat nog interessant. Olivier had het daar straks over de spread die wat toegenomen waren. Dat is inderdaad een fantastische instapmoment. En wij zien eigenlijk dat kredietobligatie vrij populair zijn van belegger. En ik ben daar volledig achter, bijvoorbeeld. Dus ook hier heel wat kansen voor belegger. Ik denk, zoals in 2022, dat actief blijven ten opzichte van de financiële markt wel noodzakelijk zal zijn, ofwel binnen de beleggingsoplossing, ofwel in het kiezen van het thema. Want dat zal opnieuw geen gemakkelijk jaar. Inflatie blijft een bedreiging. De centrale bank zijn misschien niet ver van hun piek, maar moeten nog renteverhoging doorvoeren. Het zijn allemaal zo elementen die wat volatiliteit kunnen voeden. Dus. Maar gelukkig zijn er dus in alle die activa klassen nu kansen voor lange termijn belegger. Dus het is echt het moment, volgens mij, om inderdaad cash in motion te brengen op dit moment, om te profiteren van die opwaartse potentieel van de financiële markt. Olivier, ik ga diezelfde vraag aan jou stellen. Zijn er volgens jou ook bepaalde focuspunten die eveneens, zoals Vincent al in zijn antwoord liet uitschijnen, interessante focuspunten voor onze beleggers voor de komende maanden of voor 2023? Ja, ik zou starten met te onderlijnen wat Vincent daarnet zei, hè, in zijn introductie. De markten zijn op vandaag interessanter dan 12 maanden terug. Hè. Als je gaat puur kijken naar 2022, is een jaar om snel te vergeten. Maar als je gaat kijken naar de verwachte rendementen vandaag ten opzichte van 1 jaar terug, dan zijn die hoger, dan zijn die interessanter. Dus het is zeker een interessant moment om in te stappen, ook rekening houdend met die aantrekkelijkere waarderingen. Ik zou het misschien aanpakken meer vanuit een sector- en thematisch perspectief. Mm-hmm. 3 opportuniteiten die wij zien. Eerst en vooral de gezondheidssector. Dit is een sector die resilientie biedt in tijden van onzekerheid. Dus zeker interessant op vandaag. Zowel resilientie qua prestaties op de beurs, maar ook qua bedrijfsresultaten. Het verleden toont dat bedrijven uit de gezondheidssector beter weerstand bieden op vlak van bedrijfsresultaten in tijden van recessie. Maar ook een aantal langere termijn motoren misschien voor die sector. Uiteraard ook de vergrijzing van de bevolking. We hebben het daar straks al daarover gehad. COVID-19 is
rechtstreeks via de vaccins uitgespeeld qua thema, volgens ons. Maar heeft natuurlijk ook de overheden doen inzien dat belangrijke investeringen in de gezondheidssector noodzakelijk zijn. Dus dat is weer al een motor, een lange termijn driver achter die sector. En ten laatste, misschien wat technischer, maar puur voor de farmasector, is dan het feit dat een aantal bedrijven zich gaan baseren op het vaccin van COVID-19, de onderliggende techniek van dat vaccin, om dat te gaan repliceren, om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld Alzheimer en Parkinson. Meerdere bedrijven zijn daarop aan het werken. En dus dat kan ook een groeimotor zijn voor de farmasector. Tweede opportuniteit is in de financiële sector, waar daar zeker ook wat Vincent daarnet zei rond waarden die afgestraft zijn in 2022 zijn nu interessant om op te pikken. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de bancaire sector, dus banken die afgestraft zijn geweest in 2022. Maar als je gaat kijken op vlak van bedrijfsresultaten, Amerikaanse banken in Q3 hebben een explosie gerapporteerd van hun renteinkomsten. Dit zal in Q4 nog meer het geval zijn. Zal ook ondertussen het geval zijn in Europa. Dus de traditionele bankwaarden lijken ons daarbij interessant. Misschien meer thematisch dan fintech. Dus de nieuwe spelers in de financiële sector lijken ons ook interessant. Twee onderliggende thema's. Enerzijds digitale betalingen. Als je gaat kijken naar het aantal digitale betalingen dat op vandaag plaatsvindt, dan is dat explosief aan het stijgen. Zeker ook als je gaat kijken naar groeilanden, waar momenteel nog 70% tot 90% van de betalingen gebeurt via cash, is daar een enorme opportuniteit voor spelers op het vlak van digitale betalingen. En dan ten laatste, ook fintech, maar ergens tussen fintech en de traditionele financiële waarden, zijn bedrijven actief in financiële software. Want dat zijn bedrijven die traditionele banken kunnen gaan helpen om de competitie aan te gaan met die fintech, zowel gezien hun logge IT-infrastructuur, maar ook om in te spelen op de veranderende wereld op vlak van regulering kan financiële software daar zeker in helpen. En om te eindigen van fintech maak ik de overstap naar pure technologiebedrijven die ook afgestraft zijn geweest in 2022 door die stijgende rente. Maar daar zien we een aantal interessante thema's zich uitspelen, onderliggend aan de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten. Dat is een stuk wetgeving dat vorig jaar is goedgekeurd en dat massale investeringen in de Amerikaanse economie zal vertegenwoordigen. Maar denk daarbij aan bijvoorbeeld alles dat elektrische voertuigen is. Zonnepanelen zijn thema's die daar heel sterk gaan meespelen op vlak van waar gaan die subsidies naartoe gaan. Voor de tech misschien tactisch eerder wachten tot de tweede helft, hè, want de eerste helft zal waarschijnlijk nog de invloed ondervinden van die stijgende rente. Maar zeker voor de tweede helft van 2023 zien we daar de wolken opschuiven en de zon verschijnen. Ook een onderliggend thema is bijvoorbeeld Chinese internetpenetratie, die alsmaar meer aan het toenemen is en die dus een interessante belegging is in die brede technologie sector. And then my last question, Mobeen, I will aim to you again. Do you think that some opportunities also may arise in terms of commodities in 2023? Yeah, so another potential bright spot in commodities this year could be industrial metals. So industrial metals, if you like, are like the growth stocks of commodities. They are cyclical in nature, but they also promise long-term growth opportunities. So certainly last year, especially in the second half of last year, we saw the cyclical headwinds materialize, of course, from all the policy tightening, fears of recession, all of those things were weighing on industrial metals, just like they were weighing on growth stocks in the equity space. And now as we're seeing growth stocks beginning to bounce back, we're seeing the same effect happening with industrial metals as well. Industrial metals are showing signs of life again as we see light at the end of the tunnel with regards to interest rate increases and policy tightening from central banks. But
three key things for investors to consider when it comes to industrial metals in 2023. First and foremost is, of course, China. If China opens up sustainably, if that process allows them to start firing up their manufacturing activity and so forth, industrial metals should be supported. Historically, commodities like copper have had a very good correlation with manufacturing activity in China. So we expect to see that correlation materialize again as manufacturing indicators start to become positive again for China. So that's one. The second thing is, even though industrial metal prices have been fairly weak in the last 6 to 8 months, the physical market has been pretty tight, which is a bit counterintuitive, but it basically is telling us that prices weren't appreciating the tightness in the physical market. So the physical supply of industrial metals, even in the last few months, has been pretty tight, as evident from inventory numbers on exchanges and so forth. So what is the implication of that? The implication is that when demand picks up, when demand particularly from China picks up, we'll see that tightness become even tighter. So industrial metal prices could be supported from that physical tightness in demand and supply as well. And the third thing, and this has been mentioned in today's conversation, is of course the energy transition. To produce renewable power, to produce batteries, to produce electric vehicles, charging infrastructure, or in other words, to produce clean energy, to store it, and to distribute it effectively, you need industrial metals. You need copper, nickel, aluminium, zinc, tin, silver, platinum, all of these things to ensure that you can produce all these applications. And therefore, we are very constructive at WisdomTree on the long-term tailwinds that will support industrial metals coming from the energy transition as well. But certainly the outlook, both from the macro perspective and, of course, the long-term perspective in 2023 looks quite promising for metals. Thank you. Zo, dat was dan alweer de laatste vraag van deze strategische outlook. Wat ik vooral onthoud is dat het momenteel interessante tijden zijn en dat de vooruitzichten er ook al veel rooskleuriger uitzien dan 12 maanden geleden. Ik wens eerst en vooral onze strategen te bedanken. Bedankt Olivier Pauwels, Vincent Juvijns en Mobien Tahir voor jullie belangrijke informatie, extra kennis en beursopportuniteiten die jullie hebben aangehaald. En dan wens ik ook uiteraard onze Bolero-belegger te bedanken die deze outlooks aan het volgen zijn. Ongetwijfeld hebben jullie nu extra informatie om verder mee aan de slag te komen bij de start van 2023. Ik wens jullie alvast heel veel beurssucces toe het komende jaar en verder nog een heel fijne dag wenst.